Voor de kookproef heb ik gekozen voor een eigenlijk simplistisch slaatje met een moderne touch. Dus ik heb aardbeidjes genomen, ik heb er balsamico-azijn over gedaan. En daar heb ik, dat heb ik gewoon in de ijskast gezet en dat heb ik dan gemengd met gewoon jonge sla. En dan een koekje van geitenkaas. De geitenkaas is gewoon een beetje room en honing en dat maakt het allemaal een beetje zoeter. En waarom heb ik gekozen voor die ingrediëntjes? Bijvoorbeeld aardbeidjes. Ze geven niet alleen de liefde weer, maar er zitten zoveel vitaminen in dat je je eigenlijk sowieso veel beter voelt. Sla, dat is ook een groente. Spijtig genoeg worden er, zeggen ze, een beetje slaperig van, waardoor dat ik natuurlijk de honing erbij gedaan, waardoor dat je terug dat pit een beetje krijgt. Maar er zitten bepaalde stoffen in die heel goed zijn voor de darmflora. En dan heb ik ook nog pijnboompietjes geroosterd om het allemaal nog een beetje extra kleur en smaak te geven. Ik heb voor biologische deeg gekozen. En dan heb ik ook nog geitenkaas genomen rechtstreeks van bij de boer van bij mij om de hoek.